Als je een psychose hebt, hoor, zie of denk je dingen die er in het echt niet zijn of anders zijn. Dat kan je bang maken en je kunt ervan in de war raken. Een psychose is voor iedereen anders, niemand ervaart hetzelfde. Een psychose kan voorkomen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Voor jezelf is een psychose meestal moeilijk te herkennen. Het gebeurt vaak heel geleidelijk en voor jou zijn de dingen die je waarneemt echt. Anderen merken het vaak eerder aan je dan jezelf. Geschat wordt dat jaarlijks 3000 jongeren, vaak ouder dan 16 jaar, een eerste psychose krijgen. Jongens zijn gevoeliger voor een psychose dan meisjes. Als je op de basisschool zit, kunnen problemen of veranderingen in je ontwikkeling een teken zijn. Je hebt bijvoorbeeld moeite om mee te komen of je kunt moeilijk omgaan met andere kinderen. Als tiener kun je vaak beter onder woorden brengen wat je voelt, ervaart en denkt. Bijvoorbeeld als je dingen hoort of ziet die anderen niet waarnemen. Ook op deze leeftijd kan een verandering in je ontwikkeling het eerste of enige teken zijn. Als je boven de 16 bent, wordt een psychose meestal beter opgemerkt. Vaak heb je daarvoor al last van gedragsveranderingen. Dit wordt ook wel een voorfase genoemd. Deze voorfase, die enkele maanden kan duren, kan overgaan in een psychose. Maar dat hoeft niet altijd. Het kan ook overgaan, spontaan of met hulp van buitenaf. Tijdens een voorfase merk je misschien zelf ook wel veranderingen. Dingen waar je nooit moeite mee had, gaan niet zo lekker. Zoals normaal functioneren, jezelf verzorgen en omgaan met anderen. Je hebt meer conflicten of vertoont juist teruggetrokken gedrag. Je hebt andere gedachten of problemen op school. Dat alles kan overgaan in een psychose. Je hebt dan minimaal één van deze symptomen: wanen. Een waan is een gedachte die je hebt en die voor jou echt en logisch is, maar voor anderen niet. Hallucinaties. Je hoort, ziet, ruikt of proeft iets wat er niet is. Onsamenhangende spraak. Daarnaast kun je last hebben van minimaal één ander symptoom: chaotisch gedrag. Verlies van spraak, motivatie, handelen of gevoel. De symptomen hebben een negatief effect op je leven. Het gaat moeilijk op school, je hebt problemen thuis, met je vrienden of met anderen. Je verzorgt jezelf minder goed. Je kunt ook last hebben van verminderde aandacht, moeite met onthouden, plannen, oplossen van problemen, verwerken van nieuwe informatie of verandering in denkpatroon, sneller of langzamer. Je hebt minstens een half jaar symptomen en binnen dit half jaar heb je er minimaal één maand last van. Je kunt je somber, angstig of manisch voelen, maar dit duurt niet lang genoeg om het een stemmingstoornis te noemen. Gebruik van drugs, alcohol of geneesmiddelen of een lichamelijk probleem zijn niet de oorzaak van de psychose. Als je een autismespectrumstoornis of een andere ontwikkelingsstoornis hebt, is het een psychose als je minimaal een maand last hebt van wanen of hallucinaties. Een psychose is voor iedereen anders. Je kunt allerlei symptomen hebben. Het kan minder ernstig zijn en kort of lang duren. Door een psychose kun je anders gaan eten, slecht slapen, je niet goed meer verzorgen, je terugtrekken en sociale contacten vermijden. Soms heb je wel de symptomen, maar is het geen psychose? Je waarneming kan bijvoorbeeld veranderen door een vergiftiging of een delier. Een psychiater of een kinderarts kan dit vaststellen.